Het pocheren van een ei begint met een pannetje bijna kokend water waar je wat azijn aan toevoegt. Dan het beste en meest verse ei dat je kan kopen er voorzichtig in laten glijden. Zo ontstaat meestal direct een wirwar van slierten die niet bij de dooier wensen te blijven. Dit is een cosmetische kwestie. Het gepocheerde ei dat zo ontstaat is namelijk prima bruikbaar. Maar wil je een gladder, compacter gepocheerd ei, dan breek je het eerst in een zeef of vergiet. Dit vergiet is een beetje aan de ruime kant, maar het gaat om het idee. Op deze manier raak je de dunne component van het eiwit goed deels kwijt, waardoor je beduidend minder slierten hebt. En een mooi resultaat. Je kunt eenmaal gepocheerde eieren overigens terugkoelen in ijswater, in de koelkast bewaren en even in heet water opwarmen zodra je ze nodig hebt. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.